Naast het maken van producten levert Confitec ook een bijdrage aan het verbeteren van de wondgenezing door het ontwikkelen van programma's, zoals het Wondhygiene programma. Om te beginnen kijken we even naar de cijfers. De wereldbevolking groeit en mensen worden steeds ouder. Dit zorgt ervoor dat er steeds meer mensen zijn met moeilijk helende wonden. Dit zie je ook terug in het gebruik van antibiotica. 16,4% van het antibiotica gebruik wordt toegeschreven aan gebruik in de wondzorg en dit leidt tot een hoger risico op resistentie. De kwaliteit van leven voor mensen met een moeilijk helende wond is vergelijkbaar met die van COPD-patiënten of patiënten met hart- en vaatziekten. Dit alles bij elkaar leidt tot hogere kosten in de gezondheidszorg en een grotere druk op personeel. Om deze problemen aan te pakken heeft Comvatec een groep wondexperts uit de hele wereld gevraagd te kijken naar een mogelijke oplossing. De conclusie was dat er natuurlijk geen magisch recept is dat in één keer alle wonden doet helen, maar dat de aanwezigheid van biofilm wel vaak de oorzaak is dat wonden moeilijk genezen. Door het ontwikkelen van een strategie om biofilm effectief te verwijderen kunnen we grote stappen maken in de duur van de wondgenezing. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van Wound Hygiene, een vroege interventiestrategie om biofilm te bestrijden. De uitwerking van de conclusies van het expertpanel en wat Wound Hygiene precies is, is gepubliceerd in een consensusdocument. Natuurlijk kunt u dit document bij Confotech aanvragen. Wound Hygiene bestaat uit vier simpele stappen. Stap 1. Reinig de wond om al het niet vitale weefsel te verwijderen en reinig de omliggende huid door dode huid en eelt en bijvoorbeeld crusta te verwijderen. Stap 2. Verwijder effectief dood weefsel, debris en biofilm bij iedere verbandwissel. Het spoelen van de wond is hierbij niet voldoende. Stap 3. Zorg voor vitale wondranden. Verwijder korsten, necrose en eelt. En zorg ervoor dat de wondranden niet verweekt zijn en mooi aansluiten op het wondbed. Tot slot kies je bij stap 4 een verband met antibiofilmformule, zodat de nog aanwezige biofilm in de wond wordt afgebroken en de nieuwvorming van biofilm wordt voorkomen. Denk hierbij aan Aquacel AG Plus Extra. Door het toepassen van de vier stappen van wondhygiëne zie je een mooi vitaal granulatieweefsel voor je een nieuw verband aanbrengt. De stappen van woundhygiene moet je zien, zoals alle andere hygiënemaatregelen die we dagelijks toepassen, zoals het poetsen van onze tanden en het wassen van onze handen. Dit zijn handelingen die je frequent moet toepassen om gezond te blijven en infecties te voorkomen. Zo moet woundhygiene dus ook een standaard onderdeel worden van de dagelijkse praktijk voor iedereen die zich bezighoudt met wondbehandeling. Wil je meer weten over woundhygiene en hoe je dit in jouw organisatie kunt implementeren? Of als je het consensusdocument wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via info.confatech.com.